Is Biden een genie? Nee, is hij nooit geweest ook. Het is altijd een man geweest van hele beperkte mogelijkheden, maar een goede politicus. Het verlossen, kunt u mij horen? Is Joe Biden de enige man die Donald Trump uit het Witte Huis kan houden? Dat is de vraag die we in deze aflevering proberen te beantwoorden. En we moeten de tijd een beetje in de gaten houden, want uh, Maarten gaat straks na de podcast uh, met zijn kleinzoon een ritje maken. Nee, gewoon in de Lexus. Ah, oké. Okay. Dus hij vindt het gewoon leuk om eventjes een ritje met open te maken. Hij is dol op ritjes. Kijk. Hoe meer, hoe beter. Komt natuurlijk ook omdat zij zelf geen auto hebben. Wat heb je in Amsterdam aan een auto? Ja, Niks maar niets. Natuurlijk. Nee, natuurlijk. Natuurlijk. 0,0. Dus hij vindt het dan heerlijk als we hier een ritje gaan maken. Gek genoeg valt hij dan vaak. Hij wil dol haar een ritje maken. En dan na een minuut of tien, dan valt hij in slaap. Dus ook niets lekkerder dan in slaap ja, te auto. Ja, waarschijnlijk. Dat is natuurlijk zo'n. Zo'n heerlijk zitje, Het is toch een kinderzitje waar je echt zo ingeklemd zit. En dan gaat hij onder zeil. Laten we dan snel ter zake komen ja. en Biden maar eens even erbij pakken. Ja, hij heeft nu eindelijk officieel verklaard dat hij het zal doen. En ja, als je naar de cijfers kijkt, geeft dat eigenlijk een heel wisselend beeld. Anders kun je het niet noemen. Ik zat net nog even in de New York Times te lezen en je zei: 70% van de Amerikanen. Vindt het maar niks dat Biden zich kandidaat gesteld heeft. Nou ja, dat zijn natuurlijk relatief vernietigende cijfers. Maar Biden is nooit populair geweest. Hij is ook volgens mij in uh, al die. Wat, nou, hoe lang zit hij er nu? Sinds januari uh, van uh, 21. Uh, heeft hij nooit boven, is hij nooit boven de 40% geweest? Maar de kwestie is natuurlijk of dat wel zal tellen, ja of nee. Op het moment dat de verkiezingen worden gehouden. Want in allerlei opzichten uh, staat Amerika, of althans ook de regering van Biden, er niet slecht voor. Hij heeft wel degelijk een aantal dingen gerealiseerd. De Amerikaanse economie draait nog steeds hartstikke goed. Het zou kunnen dat die uh, over anderhalf jaar wat minder zou draaien. Je leest voortdurend dat, dat we nu toch een recessie krijgen enzovoort. Maar aan de arbeidsmarkt is dat in ieder geval niet te zien. Nog in Amerika, nog hier bij mij weten. Dus ja, waar is die recessie dan eigenlijk precies? Dat moeten we nog even afwachten. En natuurlijk, na alle waarschijnlijkheid zal hij tegen Trump in het krijt treden. Maar dat betekent natuurlijk ook dat, dat je af moet vragen hoe populair Trump eigenlijk precies is. En hoe sterk de emotie bij een groot deel van de Amerikanen is. Nooit meer Trump. Kijk, Trump heeft ook een hele vaste kern van aanhangers. Die zullen zonder twijfel op hem stemmen. Wat ook de uitslag van al die processen is. Er loopt nu weer zo'n verkrachtingszaak tegen hem. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat allemaal niet zo verschrikkelijk veel invloed zal hebben. Dus uiteindelijk komt dat er dan bij de verkiezingen op neer. Eh, tel, je, tel je heel zwaar aan de leeftijd van eh, Biden. Of uh, til je zo zwaar aan het volstrekt chaotische en, en zonderlinge karakter van Trump, dat je zegt uh, alles is beter dan Trump? Mijn persoonlijke overtuiging is vanzelfsprekend: alles is beter dan Trump. Daar speelt natuurlijk nog tussendoor dat de vicepresident Kabbalah Harris helemaal niet populair is en ook nou heel weinig profiel heeft opgebouwd in de afgelopen jaren. Dus dat speelt dan nog wel doorheen. Zo van, ja, het is wel, hij is zo oud, hij kan zomaar doodgaan. En dan krijgen we Kamala Harris. En willen we dat eigenlijk wel? Ja, daar schreef weet, die uh, Friedman, die, die columnist, een, een bezorgd stukje over. En daar kan ik me ook wel weer voorstellen dat je, dat je die redenering hebt. Maar nogmaals, ik hou het erop: alles, alles is beter dan Trump. Hmm. Dat, dat is mijn vaste overtuiging. Want. Ten aanzien van Trump geldt natuurlijk dat hij dat niet alleen een ramp is voor de Verenigde Staten zelf, maar dat hij een ramp voor de wereld ja. is. En dat ligt aan het feit dat Amerika nu eenmaal een heel prominente rol in de wereld speelt. En dat we op allerlei punten de Verenigde Staten nog steeds nodig hebben. Dat we de Verenigde Staten nog steeds nodig hebben, is eigenlijk structureel gezien een treurige zaak. Daar hadden we wel iets eerder misschien goed over na moeten denken. Het is allemaal wel een beetje gemakzuchtig vrigerijderij geweest, zonder enig twijfel. Dat zie je natuurlijk nu ook in de Oekraïne. Maar nee, het is, ik denk dat die cijfers nu... ten aanzien van Biden eigenlijk... dat die uh, uh, wel bij zullen trekken. Of in ieder geval niet uiteindelijk... Te, uiteindelijk is de keuze tussen twee personen in Amerika. Twee Overigens een onmogelijk systeem, laten we dat er even bij zeggen... omdat het polariserend werkt... en in feite keuze keuzebeperkend is... en in allerlei opzichten ook niet zo vreselijk democratisch... Maar zo is het nu even. En dat gaat niet veranderen, heb je al eerder gezegd. Nee, dat gaat absoluut niet veranderen. Omdat dat natuurlijk, dat zou de grondwet eh, moeten. Moet, eerst moet de grondwet veranderen. En daar is in Amerika geen sprake van. Ik, ik weet niet of je het weet, maar. Het is vrij algemeen bekend dat Onze Lieve Heer die grondwet zelf geschreven heeft in de tijd. Dus daar kan echt niks aan gedaan worden. Ik bedoel, voordat we weer contact met Onze Lieve Heer hebben over die kwesties. Dat, nee, dat gaat heel lang duren. Maar de Democraten zeggen: Biden is de enige die Trump kan verslaan. Ja, dat, daar zit iets in. Uh, vooral natuurlijk, dat is nog een ander aspect aan de zaak, dat de kans dat Biden een serieuze tegenstander krijgt in eigen partij, die is uh, eigenlijk verwaarloosbaar klein. En zou natuurlijk ook enorme schade kunnen aanrichten. Het is veel fijner dat, dat Biden een beetje, beetje, laten we zeggen, free, kan freewheelen naar de echte verkiezingsstrijd uh, en niet te zeer beschadigd raakt in eigen kring. We weten niet precies hoe dat aan de Republikeinse kant zich zal ontwikkelen, maar natuurlijk die de Santis die we nu een jaar lang omhoog uh, geschreven hebben, nou niet u, maar in Amerika, ja, was een hele belangrijke kandidaat en eigenlijk sterker dan Trump. En ja, we hadden natuurlijk die tussentijdse verkiezingen waar in feite al die Trump kandidaten een ontzettende zeepert hebben opgelopen. Maar ik geloof dat nu eigenlijk vooral iedereen er wel van overtuigd is dat de Santis niet de man is. En dat hij ja, te veel fouten maakt. Misschien wel lollig doet hij Florida. Maar ik toch nationaal een betrekkelijk kansloze figuur. Is, maar is dat al een uitgemaakte zaak dan? Nee, dat is nog niet uitgemaakt. Want hij heeft zich zelfs nooit officieel kandidaat gesteld. Maar hij gaat wel overal daar spreken waar, laten we zeggen, de eerste primaries zijn. En waar hij dus indruk moet maar gaan het maken. Het sentiment is slechter rond zijn persoon. Ja, steeds slechter geworden. Hmm. Als je een jaar geleden keek was het beter dan het nu is. Hmm. Nou, nu is hij in de aanval gegaan op Disney. Sowieso. Soms denk je wel eens wat Amerika toch een hopeloos klote land is. De New York Times had een groot stuk over boeken die verboden worden. En waarin die een gevaarlijke inhoud hebben. Dat is allemaal op het niveau van de. Wat hadden we hier in de voorjaarskriebels, zal ik nou maar even zeggen. Dat je het beeld van Michelangelo, van David, dat je dat. Eh, dat je dat niet meer mag laten zien en zo... omdat kindertjes daar niet tegen kunnen. Waarbij je altijd denkt... hoezo eh, houden die vaders zich ook schuil achter handdoeken... in de badkamer en zo. Nou, het, 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 Amerika is soms zo'n hopeloos land. Zo'n ongelooflijk dichtgetimmerd dorps... van racistisch klotenland. Dat je er wel eens wel hoper van wordt. Tuuk maar dit, niet dat het probleem in Amerika is altijd... Dat dat maar voor een deel van het land geldt. Het is een continentale staat. Er zijn ontzettend veel fijne plekken met normale mensen. Maar, god, alle macht, dat ik reten in Heartland. daar word je toch wel eens wanhopig van. Ja. Wat maakt Biden nou eigenlijk dat hij Trump kan verslaan? Wat heeft hij? Eh, wat Biden heeft is vooral Biden: namelijk dat het een hele rustige, slome... weinig tot de verbeelding sprekende. kalme man is, tegenovergestelde van Trump. Ja, nou met Trump is het natuurlijk, laten we zeggen, puur op het terrein van entertainment, alle dagen feest. Ja, ja nou, de media-industrie, was gek op hem. Ik heb toch wel eens eerder die, die CNN-man geciteerd van, Trump is a disaster for the country, but it's great for CNN, want verdubbelde de de kijkcijfers. We hadden dat hier in de tijd met Pim Fortuyn ook natuurlijk. Zodra Pim op het scherm verscheen, verdubbelde de kijkcijfers. Ja, god, zo zijn kijkers kennelijk, en vooral tv-kijkers. Maar er valt dus iets te kiezen. Je gaat dus of voor de hysterie van Trump en weinig inhoud, of voor de kalme Biden die wel weet waar hij ja, zich mee bezig is. Ja, nou, daar komt het wel een houten trek op neer. Mm. En ja, als je puur natuurlijk kijkt, de Republikeinse partij is een minderheidspartij. Maar omdat de Republikeinen beter hechter georganiseerd zijn, hechter in elkaar steken en in feite iets homogener zijn. Uh, slagen ze er toch in om als minderheidspartij in Apollo-terreinen de lakens uit te delen? Ja. Wat is dan het verschil tussen Clinton en Biden? Want Clinton is ten opzichte van Trump toch ook veel rustiger. En dan heb ik het over Hillary, uiteraard. Ja, Hillary heeft gewoon gewonnen. Het ja, is een vervelende misvatting dat Hillary verloren heeft. Maar ja, Hillary heeft dood gewoon gewonnen, en zelfs met miljoenen stemmen verschil. Alleen heeft Amerika zichzelf toegerust sinds de Constitutie. Maar ja, dus onze lieve heer die vond dat kennelijk een goed idee. Eh, met een systeem, namelijk het Electoraal College, dat, wat, dat door demografische verschuivingen in de Verenigde Staten en demografische ontwikkelingen in de Verenigde Staten zeer in het nadeel van de Democraten werkt. Eh, je hoeft het ook... Biden heeft gewonnen met een verschil, ik meen van 8 miljoen stemmen. 8 miljoen stemmen. Maar als enkele tienduizenden stemmen iets anders hadden uitgepakt in Pennsylvania, Michigan en, en Wisconsin, dan was Trump het weer geworden. Ja, maar... En terwijl die 8 miljoen stemmen minder had. Maar dat is jouw definitie van winnen dus. Ik snap dat wel als je naar de democratie kijkt wie de meeste stemmen krijgt. Ja, maken. je kunt elk electoraal systeem zo achterlijk organiseren dat de verliezer de winnaar wordt. Dat kan, als je daar zin in hebt. Alleen is dat natuurlijk in het loop van de Amerikaanse geschiedenis nu één, twee, ik geloof drie keer gebeurd. Eh, er zijn ook wel voorstellen om het te veranderen. Je kunt het zelfs veranderen ja, als iedereen van goede wil is, zonder de constitutie eh, serieus te veranderen. Maar dat moet, eh, dat moet eerst nog maar blijken. Je begrijpt dat de Republikeinen daar niet aan mee zullen werken. Nee, en de Amerikanen zelf zeggen ook van: eigenlijk hebben we niet meer zo'n zin in die strijd tussen Biden en Trump. Dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Want wat we nog niet hebben genoemd, natuurlijk, is het feit. Dat, dat, Trump is geen 46. Trump is van 1946. Trump is maar er drie jaar jonger dan ik ben. En dus is maar vier jaar jonger dan Joe Biden is. En nou ja, de uh, Times had weer een lange, lange stuk over de gezondheid van 80-jarigen. En, en hoe dat zat. En, en dat ze best in redelijke conditie konden zijn. Maar ja, puur statistisch is het natuurlijk iemand die, die in de 80 is, uh, en loopt een iets grotere kans dat hij omvalt dan iemand die 31 is. Ja. Nou ja, 31 kan niet, maar eh, dan iemand die even in de 40 is. Biden zou een hoge bloeddruk hebben, brandend maagzuur en allergieën. Maar dat houdt hem allemaal niet tegen om uh, Amerika te leiden. Ja, de maar dan de dacht de... ik dat uh, het aantal mensen... wat brandend maagzuur heeft en allergieën... dat, dat, dat moet in de honderden miljoenen lopen wereldwijd. Dus dat brengt nog niet zo'n honderd indruk. Ja, de Belgische pers... Ik dacht de... dat hij wel hartritmestoornissen had. Ja. De Belgische pers had ook een artikel van: Wat gebeurt er met je brein als je de tachtig gepasseerd bent? Dus, ah. dus dat wordt natuurlijk constant ja, inzet. Er de... is veel onderzoek naar gedaan. Maar dat brein kan heel goed functioneren wanneer het ook al daarvoor goed gefunctioneerd heeft. En nog steeds goed moet functioneren. Ja, je hersenen zijn echt net spieren. Als je in je bed gaat liggen en je doet er drie maanden echt helemaal niks. Je laat je alleen af en toe een kopje slappe thee brengen. Maar je beweegt nauwelijks, je pist in zo'n zo zo fles en zo. Nou ja, dan, dan kun je na drie maanden kun je niet meer lopen. En zo is het met hersenen ook. Dat is een heel interessant onderzoek van mensen die met pensioen gaan. En denken, ah, oh, eindelijk. regen hey, kloopt me aan mijn hoofd. En dan blijken ze na een jaar, blijkt hun hersencapaciteit substantieel verminderd te zijn. Je moet ze wel gebruiken. Je moet het ook weer use it or lose it. is het toch de kreet? Hoe gebruik jij ze dan? Door veel te lezen, denk ik, hè? Door elke week hier in die auto een podcast te maken. Ja, maar ik weet niet of dat nou zo goed voor je hersenen is. Dat is geweldig voor je hersenen, natuurlijk. Want ja, er moet toch min of meer gecoördineerde lawaai eruit bij komen. <laughs> maar ook lezen, denk ik. En verbanden leggen je moet tussen lezen. Wat je, je, moet, je, moet met, je moet van alles en nog wat doen. Dus ja, je moet gewoon bezig. Je moet gewoon bezig blijven. Ik denk als je sudokus maakt. Of je kijkt voortdurend naar Disney-films. Dat is allemaal ook prima, leuks. Je moet gewoon zorgen dat je hersens blijven functioneren. Ja, maar dat houdt niet en een tegen... Een beetje wandelen dus. Dat houdt niet tegen dat je misschien dement kunt worden. Absoluut, dat kan dat heel goed. Dat voor Biden ook. Ja. Maar als hij zou dementeren, dan was dat allang duidelijk geworden. Ja, hij kan heel goed, als hij die, als die een beetje bij de tijd blijft, dat hij... Die... Kijk, hij is altijd een verwarde spreker geweest met vele versprekingen. Dus dat is niks nieuws onder de zon. Is hij een briljante spreker? Ik bedoel, is hij Obama? Nee, absoluut niet. 0,0. En Boba Obama was natuurlijk een verhoudingsgewijs zeer jonge president. Nou ja, dat zou fijn zijn allemaal. Maar ja, die, zijn, die kandidaten zijn er niet. En dan moet je kiezen of delen. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Nou, zal het misschien bij mij ook een rol spelen dat ik in oktober 80 hoop te worden. Dus om nou eigenlijk 80 jaren meteen af te fakkelen. Als, als potentieel ram eh, Al bezig te dementeren. Het is niks meer. Ja, ik kan ook wel zien dat hij moeizaam loopt. Ik loop ook moeizaam. Als ik zes kilometer heb gelopen, dan begin ik ook te zwabberen. Ja, maar het is een beetje triviaal, maar er wordt natuurlijk toch ook aandacht besteed aan als hij klaar is. Is hij 86 bijna? Zeker, natuurlijk gebeurt dat. Ja. Uniek in de geschiedenis. Nou ja, ik weet niet hoe oud Adelauer was. ...toen hij ermee stopte... ...maar die zal ook keurig die ...begin 80 in ieder geval... ...en ik denk... ...niemand zal zeggen dat Adenauer... ...een slechte bondskanselier was... ...absoluut niet... ...terwijl hij er ook... ...die begon eraan toen hij al in de 70 was... ...dus ja de, de ...Churchill daar zou ik van zeggen... ...die was ook... ...God, Churchill was van... ...ik denk van 1875 of zo... Rekening. ...ja dat klopt... ...Churchill was 65... In 1940, in, dat, in dat, dat crisisjaar waarin hij aantreed, niet waar als, als de geharnaste, zeker, uh, hoe heet het, uh, uh, retorische leider van, van, mm. van, van, van het brave Engeland wat bedreigd werd. 65 was hij. Ja, als je hier bent, ben je, ben je ontslagen vanwege uh, ouderdom en kreeg je AOE. Althans, sinds we AOE hebben dan. Ja. En Churchill begint op zijn 65e aan zijn prime ministerschap. Ja. Moet je je voorstellen. Mm. Dus we moeten daar ook niet al te kinderachtig over doen. Wie is de beste Nederlandse minister-president? Volgens iedereen Willem Drees. Nou, die begint in, in, in 48 En die, start, die stopt in 1958. En in 58 was hij al dik in de 70. Nou, dik. Hij was in ieder geval in de 70. Dus onze beste premier... Ik heb ook wel eens gezegd, dat, hé, wat er mis is met Rut is dat hij veel te jong is. He, die jongen had gewoon eerst eens wat levenservaring op moeten doen. En dan moet je, dan moet je premier worden. Dus er zijn massas voorbeelden. Er zijn natuurlijk ook ongelukkig wijs van voorbeelden. Van, van lui die natuurlijk niet weg te krijgen waren, maar, maar evident al de, toch voorbij de laatste eh, kruising waren. Maar eh, nogmaals, er zijn tal van voorbeelden dat het heel goed kan. En daar hoort misschien ook wel bij dat we een beetje af moeten van als je oud bent ben je ongeschikt om nog te werken. We worden natuurlijk veel ouder met z'n allen. Dus dan kun je ook op, op later leeftijd ja, nog nou van ja, functie bekleden. het vaak ook als mensen het niet met mij eens zijn, dat ze dan zeggen ja, hoe komt dat? Feitelijk is die al de mens. Ja, precies die oude gek. Ja, ja, precies die oude gek. Dat is toch. Ja, je ziet overigens hoe vanzelfsprekend eh, de discriminatie van ouderen is. Dat is één ding wat mij opgevallen is in de afgelopen jaren sinds ik zelf dus een betrekkelijk hoge leeftijd bereikt heb. Hoe vanzelfsprekend dat is. Nee, hey, die oudjes die kunnen niks. Hey, Opbergen naar het verpleeghuis. In de kruiwagen naar het verpleeghuis. Kun je niet uitkijken, opa. Dat riepen ze ja, ook naar. Ja, dat is al heel, heel lang geleden. Dat ze riepen. Kun je niet uitkijken, opa. Terwijl ik nog niet eens opa was. Dus dat is meer dan 15 jaar geleden. Ja, dat het een flits. Het trof mij als een bliksem flits. Goedemorgen. Ik deed ook iets heel onhandigs. Ik was altijd even onhandig op, dat was de, op fiets. de fiets. Hoor. ja, precies. Ik was altijd even onhandig op de fiets. Dus dat, maar het feit is. Uh, er wordt de hele dag geluld over discriminatie. Maar je hoort bar weinig over ouderen discriminatie. Ten meer omdat wij op een aantal plekken in onze samenleving. wel ons best doen om. laten we zeggen, het leven voor ouderen wat makkelijker te maken. Hè, dat je met je invalide wagentje de stoep af kan. met zo'n. Zo Zo'n hellingetje en her en der zijn we. Maar over de hele linie zou ik zeggen, voor ouderen, zeker ouderen die minder goed ter beent zijn, is de samenleving in alle opzichten niet te nemen hindernis. Ik kan er tal van voorbeelden van geven. Dus het stoort jou wel dat er zo over geluld wordt? Ik vind het dat de, de gemakzuchtige discriminatie van ouderen, ja, die vind ik eigenlijk vrij kwalijk. Ja, zoals alle discriminatie vrij vervelend is omdat discriminatie altijd zegt van. Nou ja. Ja, nee, die meneer heeft een bochel. Dus die, die, dan weet je al van tevoren dat hij niks kan. Hmm. Dat, dat is toch een hele wonderlijke redenering. Ja. Of die meneer is zwart of bruin of geel. Dus dan weet je ook al dat het niet deugt. En zodra iemand dus post 75 is. dan is die uh, niet meer bruikbaar. Ja, ik vind dat. Uh, tref. Nou ja, kijk naar Twitter. Of ze hadden ook een hele leuke formulering. Hij is al dood, maar hij weet het zelf niet. met dit soort van. <laughs> Waarbij ze dat is het wonderlijke natuurlijk van de mensen die dit soort van dingen schrijven. Zij denken dat het een argument is. Maar het heeft met de inhoudelijke kwesties natuurlijk helemaal niets te maken. Nul. Heb je mij wel een keer verteld dat jij in je omgeving mensen hebt die jou waarschuwen. voor het feit dat als jij lulkoek gaat uitslaan. of als, als je te oud wordt of als mensen het gaan zien. Mm -hmm. Die zitten in jouw omgeving, hè? die. Zeker, ik denk dat je op tijd, hè, zelf weet je natuurlijk altijd wel door, maar ik denk dat je op tijd gewaarschuwd moet worden als het wat binnen gaat. En je hebt toch wel af en toe mensen die je op televisie ziet en dat je denkt, nou het was verstandiger geweest om dat niet te doen. Ik heb geloof ik was het voorbeeld van Manshold gegeven, dat is een veilig voorbeeld en die is natuurlijk al lang en breed dood. Manshold was een echte mannetjesputter. Een boer uit Groningen die, die, die ze ook goed alle vijf op een rij had. Alle zes in zijn geval, zou je wel kunnen zeggen. Voorzitter geweest van de Europese Commissie. Nou, kortom, een man van, van talent en gewicht. En ja, ik herinner mij een, een soort laatste interview. Ik, ik meen zelfs met Felix Rottenberg, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer allemaal. Lang, lang geleden. Dat je denkt, hij, hij had gewaarschuwd moeten worden. Zijn vrouw of zijn kinderen hadden moeten zeggen: Kom op, man, zult dit keer beter niet doen. Wat deed hij dan? Omdat TV ontzettend onthullend is in allerlei opzichten. Ja, hij maakte een, een aangeslagen indruk. Een kwetsbare, laat ik het anders formuleren: een kwetsbare indruk. Dus ik heb een aantal mensen in mijn omgeving waarvan ik weet dat ze kritisch uh, zijn en, uh, en niet zullen denken: Ach jij, dat uh, gaan we niet zeggen. Hou oh, oh, eens oh, hier de Piet. Hè. Laat hem maar rondklunzen. Nee, dat die zullen moeten zeggen. Ja, nee, je zag er kwetsbaar uit. Het ging niet goed. En daar moet ik ermee stoppen. En je, je bent ook bereid daarna te luisteren? Ja, zeker. Zeker. Als ze in koer gaan roepen. Dit is niet zo best. Dan moet ik er wel, uh, ik er wel naar luisteren. Je bent niet hè? eigenwijs genoeg dat je dacht. Nou, lol, maar ik vind het nog leuk. Ik ga er lekker weer zitten. Nee, nee, daar ben ik niet eigenwijs genoeg voor. Je wilt toch wel een vrij redelijke indruk maken. Hmm. Er zullen mensen zijn die zeggen van waarom hebben die mensen nog niet gewaarschuwd? Want als we hem zien zitten, dan is ja, dat lang zeker goed te stoppen. Maar goed. Dat is, weer, dat is weer de brigade van de discriminatie natuurlijk. Want heel veel kritiek is natuurlijk, die is politiek gestoeld, die heeft verder weinig met de inhoud te maken, maar ze gaan de. Het is de ja, een linkse activist, hè. ja dat is een radicaal, hij, 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 hij zit er ook uit als een bolsjewiek, dat is echt hè, dit, dit, dit soort van. Ja, dat is alleen maar belachelijk. <laughs> ik, 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 ik zag een uh, lollige. op Twitter een bericht. dat de Universiteit Utrecht. is een, is een uh, ultralinks schooltje. Dat <laughs> je ook denkt. Ja, wat moet die man diep gekwetst zijn? Die heeft ze een keer gezakt. of weggestuurd of zo. En die be gebruikt zijn leven nu. om de Universiteit Utrecht als een. Ultralinks schooltje te beschrijven. Oké. Okay. Maar Biden, dus niet te oud om president te worden, vind jij? Opnieuw? Nee, absoluut niet. Is Biden een genie? Nee, is hij nooit geweest ook. Het is altijd een man geweest van hele beperkte mogelijkheden, maar een goede politicus. Niet waar? Hij, zit al, hij was ooit de jongste senator ooit. En nogmaals, het gaat mij niet om dat ik die Biden zo geweldig vind. Het was dezelfde reden dat ik in Nederland op D66 heb gestemd bij de vorige parlementsverkiezingen. Niet omdat ik bij deze 66 zo'n geweldige partij vond. Maar omdat ik mij realiseerde dat het de enige min of meer pro-Europa vooruitstrevende partij in het zitten de coalitie was. En zo is het met Biden net zo. Ben ik een groot Biden-bewonderaar? Nee, natuurlijk niet. Maar we hebben een keuze uit twee personen: namelijk een halve garen. Een levensgevaarlijke halve garen. Een van de meest gewikste leugenaars aller tijden. En, en een min of meer normale bejaarde. Misschien ook nog even kijken wat Trump er zelf over zegt. Nou ja, het bekende heeft onze natie, hij is dan Biden, vernederd op het wereldtoneel. Ja, nou, dat is ook heel interessant, omdat dit een archetypisch voorbeeld is van projectie. Als er nou iemand de Verenigde Staten te kijk heeft gezet op het wereldtoneel, dan is het wel die prutser van, van een Trump. Hè? Ja, het feit is dat hij natuurlijk door zijn zonderlinge, hoe zal ik dat eens zeggen, charismatische gaven. Ja, geen normaal mens zal dat vinden, maar zijn aanhang vindt dat wel. Heeft hij natuurlijk een, scha een grote schare bewonderaars. En de kern daarvan is het, 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 de haat, de afkeer, het wantrouwen ten aanzien van het establishment. Dat is wat hij vertolkt. Kijk naar een paar stukjes van die Carlson die ze er nou uitgelazerd hebben bij Fox. Ja, dat is hetzelfde, hetzelfde thematiek is dat. Hoe kijk je daarnaar? dat die daaruit gedonderd ja, is. Dat was natuurlijk het, het kijkcijferkanon, hè? Ja, maar er werd terecht uitgelegd... dat, dat, dat kun je, weer, je kunt gewoon weer een nieuw kanon ontwikkelen. Hè? Kijk, als je kanon kapot is... dan zijn er tal van kanons te koop. Ja, maar goed, dat je zal even je wel, duren. Dan moet je wel een beetje opbouwen. Je zet zo iemand op primetime. Nee, dat maak ik mij... Kijk, wat? Wat, dat, wat, wat duidelijk is geworden... is dat uiteindelijk de Fox-organisatie... niet waar, eh, die gerund wordt door Murdoch... Ik denk zelfs dat die, dat die zoon is zogenaamd directeur van Fox. Maar ik denk dat de oude Murdoch uiteindelijk toch de beslissende stem heeft. Ja, die is belangrijker dan de medewerkers. Carlsen is ook maar een creatuur van Fox. Nou was het wel zo dat veel republikeinen daarnaar keken... en de dag daarna precies riepen wat hij zei. Zo is het maar net. Ik bedoel, is dat in Nederland anders? Nee, dat is in Nederland niet anders. we hebben toevallig nou geen... geen niet zo'n zo soort van Fox, ja... Fox News, je moet, het heeft met nieuws niets te maken. Fox is entertainment voor rechtse mensen. Eh, en die wie? worden in hun vooroordelen bevestigd. Eh, dat is natuurlijk iets wat tal van media doen. In, in principe zijn alle media zijn gericht op een specifieke doelgroep. Eh, ja, je, je begrijpt ook wat de VPRO een andere doelgroep heeft dan de Magritte. Eh, of, of de libellen, of, of, of al die talkshows. Dat is zo klaar als een klontje. Uh, nou ja, dat is hier net zo. Uh, Fox is een. Wat is nou, er nou iets is gebleken is dat Fox in feite totaal niet geïnteresseerd is in nieuws, maar geïnteresseerd is in het behouden van zijn kijkpubliek. En als dat moet door een fantastische leugens te vertellen of de leugens van Trump te herhalen, dan wordt dat gedaan. En waar Carlsen over gestruikeld is natuurlijk. Uh, ja, voor overgestruikeld is, is het feit dat die surf genoeg mails verstuurd heeft, waarin die zegt van ja, ik geloof er zelf ook geen reet van, die Trump is zo gek als een deur, ik haat Trump, en ja, maar dat soort van dingen, bovendien kritiek op het management, ja, dan raak je natuurlijk de familie Murdoch ook, en doen is hij eruit geflikkerd, en nu krijgen we ongetwijfeld een ander die, die, ze hebben in de loop der jaren allerlei kijkkanonnen eruit gegooid, denk aan die BECK, dat is ook hartstikke populair, allemaal van die, die kletsmajoors. Dan heb je Carl wel eens aan het werk gezien. Je bedoelt real life in het echt? Nee, nee, gewoon op het scherm. Het nou ja, echt bestaat hier niet. Nee, het is een soort van populist, toch? Zo komt hij ja, ja, ook. Ja, precies. Ook maar dat gedreven door datzelfde sentiment. Wat al die Trump-kiezers, nietwaar? De haat, de achterdocht. de vervreemding ten opzichte van het establishment. Wat al die mensen altijd vergeten is, ook als je er uiteindelijk in slaagt om het establishment weg te jagen, hè? weg daarmee, allemaal naar de Bahama's geëmigreerd of waar dan ook, hè? dat je altijd een nieuw establishment terugkrijgt en meestal weten wij van de geschiedenis, veel en veel erger dan het oude establishment, dus ja het is maar wat je wil. Dan zie je vaak dat dit soort uh, personen. die gaan dan naar een online kanaal. en dan gaan ze daar uh, hun kunstje. Nou, dat zijn meerdere zenders die. denk ik dolgraag Tucker Carlson in dienst willen nemen. Ja. Al was het algemene gevoel. van de media. Uh, journalistiek in de Verenigde Staten. dat, dat hij toch. een minder groot publiek zou trekken. dan die bij Fox of Primetime trekt. Hmm. Hoe verklaar je dat, dat die zender toch? Want dat is een van de grootste zenders van het land, zo niet ja, de grootste. Dat je ook niet anders, maar ook niet. Hier die kabelzenders, ik, dat was Daar stonden berekeningen bij. Dat ook op een beetje fatsoenlijke avond trekt zo iemand als Tucker Carlson, dus een kijkcijfer, kanon, zoals dat heet. 1% van de Amerikaanse bevolking. Het zijn meer de uitstralingseffecten. En als je ooit op een Amerikaanse luchthaven bent geweest, dat je overal van die. Van die schermen ziet. Hè? Maar op dat punt is CNN minstens even succesvol als in dat, in dat uitstralingseffect. Minstens even. Maar, maar op een goede avond trekt Tucker Carlson 2,3 miljoen mensen. Op een goede avond op de Nederlandse TV, boer zoekt vrouw, eh, hoe heet die kokerij, Weet het ook weer? Eh, eh, we bakken lekker door. Eh, oh ja, heel Holland bakt. Heel Holland bakt. Eh. Dat trekt moeiteloos 2.3 miljoen kijkers. Ja. In Nederland, 17 miljoen inwoners. Amerika heeft 340 miljoen inwoners. Okay. Daarmee wil je zeggen, het valt wel mee, het wordt een beetje overdreven dat Ja, het, het wordt natuurlijk overdreven. Ja. Mm. Net zo goed als, als, ik weet niet waar dat stond, dat was ook een Nederlandse krant. Dat heel veel journalisten weten wel dat Twitter natuurlijk een open riool is. En ja, van geen meter, van geen kant de deugd. En, Deels een volstrekte verzameling, al over is. Eh, maar ja, ze maken er toch gebruik van. Het is toch een. Ze kijken toch even wat, ja. wat, is, wat zijn de gevoelens op Twitter. Maar dat geldt voor jou ook, want ik hoor je ook vaak Twitter aanhalen. Zeker, ja. Ik ben, eh, ik ben graag op de hoogte van wat de vijand denkt. Ja, dat heb je al eens eerder gezegd, maar als je daar toch een tijdje zit, en denk, dan word je toch heel droevig eigenlijk van alles wat daar geroepen wordt. En het... Zeker. In het algemeen, als je niet een, een, een hoe moet je dat zeggen, een olifantenhuid hebt. En als je niet zo intelligent bent dat je in principe een klein beetje begrijpt hoe de samenleving werkelijk in elkaar zit. Dan zou je van, van de media wel heel droevig kunnen worden. Vandaar dat ik altijd tip voor mensen die... Zeggen, oh, wat is het toch erg. Het is nog nooit zo erg geweest. Het is verschrikkelijk gewoon. Dat ik altijd zei, hou op met het nieuws volgen. En stop alle uh, kijken naar de social media. Er zijn mensen die daar een boek over hebben geschreven, die dat ook ja, gedaan dat hebben. Ja, er zijn hele leuke boeken die dat, waarin dat dus helder wordt uitgelegd. En ook, ik meen dat er ook, ook hoe heet het, onderzoeksresultaten zijn... dat mensen enorm opknappen als ze stoppen met 24-7 het nieuws te kijken... Daarom zeg ik ook altijd, is, is, leven we nu in een wereld die in, in hoog tempo naar de is? gaat? Helemaal niet. Maar ja, de media maken je daar graag wijs natuurlijk. Spreekt het jou aan dat je zegt van oké, okay, ik ga het nieuws dus een, uh, nou, een, een half jaar niet volgen? Nou, verloven? mij niet. Want ik heb er niet zo'n last van. Ik, kan, ik heb voldoende uh, informatie en relativeringsvermogen om te zeggen, joh, joh, het zal zo vaak niet lopen. Als je dat niet hebt, dan kan het voor je werken. Jazeker, ja, mensen die overweldigd worden door het slechte nieuws. En er is nogal wat slecht nieuws. En bovendien hangt er natuurlijk dan permanent ook, ook niet waar het klimaatprobleem boven ons hoofd. En ook de klimaatactivisten mogen graag een potje paniekvoetbal eh, vertonen. Wat overigens naar mijn idee hen helemaal niet helpt. Maar goed, ze zouden beter wat dan meer gericht beleid enzovoort. En ze dat daarvoor sterk moeten maken. Toen ze misschien ook wel. Maar ja, onze samenleving is in essentie een paniek-samenleving. Wij reageren op. Pa paniek! Het is verschrikkelijk! Het, het land staat in brand. Het, 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 er hoeft maar dit te gebeuren. Er hoeft maar een zomerdijk bij Capelle in IJssel te breken. En we staan allemaal met z'n. Nou ja, dat vinden we heerlijk. We zijn gek, we zijn er gek op. Je zou ook kunnen beargumenteren natuurlijk dat. Dat er sowieso in het christendom, weliswaar geloven, de, zit met het geloof in het christendom, natuurlijk is het met het gelovende christendom natuurlijk, is het droevig gesteld. Maar dat, dat, die, dat eschatologische element, hè, dat idee er is een einde, er is een eindafrekening, dit is het einde der tijden, dat is enorm sterk en veel mensen geloven daarin. Bovendien is het natuurlijk ook een beetje een fijn idee dat als het dan toch afgelopen moet zijn, dat het in jouw tijd afgelopen is. He, dat ze niet doorgaan met Tom poes eten en Als jij er niet meer bent, zal ik maar zeggen. Zullen mensen even vragen die dus uh, dit doen. Hè? Die gestopt zijn met het volgen van het nieuws. Hoe zijn dat eigenlijk? Ja, als je gestopt bent met het volgen van het nieuws. Moet je ook niet naar deze podcast nee, luisteren. Nee, dat is wat, Dan natuurlijk. luister je hier ook niet naar inderdaad. Dan moet je nou, gewoon ja. ontzettend leuke boeken lezen. Ja. Ga je gewoon al 75 de christjes nog eens even doorlezen. Voordat ze herschreven zijn. Ook zo wat. En Wat we leven wat dat betreft, wel in hele wonderlijke tijden dat zowel links als rechts de uiterste echt stapelkrankzinnig zijn. Die, moeten ook, die kunnen allemaal samen in de rij dansen met uitgestoken vlag. Heb jij het idee dat dat sterker is dan ooit? Het vergelijkt met 30 nou, jaar geleden. Nee, dat heb ik niet. Het is zichtbaarder dan ooit. Door de sociale media. Ja, ik denk dat er altijd een vrij fors percentage van de mensen niet goed sneek is. Ja. Of, of hele rare denkbeelden koesten enzovoort. Maar de sociale media maken dat natuurlijk ook duidelijk. Mm. En vandaar ook dat we die niet al te serieus moeten nemen. Sander Schimmelpenning die heeft gezegd van uh, het land en de democratie gaat naar de kloten door de sociale media. Nou, dat vind ik ook weer een, een hele stap om dat te beweren. Dat de sociale media een hele negatieve maatschappelijke invloed hebben. Daar ben ik het wel mee eens, ja. Ik heb wel de indruk dat die sociale media vaak uh, tijdelijke successen vertonen. En dan zakken ze weg en dan komen er weer nieuwe media. Hè. Uh, kijk naar de jeugd die plotseling. Uh, eerst keken die ook naar allerlei wat hadden ze eerst. Ben ik ben, ben zelf niet zo het goed. Het begon even. met Facebook, toen kwam Instagram, toen Precies, kwam Snapchat. Ja. In Nederland hebben we ook nog zo'n zo systeem gehad. Hives. Precies, hives. Met de dansende banaan. Totaal verdwenen. Ja. En nu is het dan TikTok voor de kleintjes. of... of nou, er zitten steeds meer ouderen ook op. Ja? Maar goed, dat is natuurlijk een logisch gevolg daarvan. Ja, en op een gegeven moment zakt het dan weer weg. Het, het is een beetje. Sterker nog, ik heb, heb ik dat niet laatst eens in die podcast gezegd? Dat je ook al die van die. Toen Microsoft op het absolute toppunt van zijn invloed was, dat Microsoft ging de wereld overnemen. Daar, daar hebben we nog steeds van over dat die Bill Gates, dat die. Uh, ons allemaal laten injecteren met een chip waardoor die dan tenslotte de wereldmacht kan grijpen. Dat, dat idee eigenlijk. En ja, Microsoft maakt dikke winsten, maar de kans dat Microsoft de wereld overneemt die is niet groot. Nee. En ook de kans dat China de wereld overneemt die is ook niet groot. We begonnen natuurlijk rondom Biden. En... De wereld is gewoon te ingewikkeld en verandert te snel en verandert ook heel onverwacht op allerlei punten. Het loopt altijd anders dan je denkt. Kijk, dat is geruststellend. En Precies, zeker, dat, ja. dat is het mooie van deze podcast. De meeste mensen zijn nu waarschijnlijk al onder zeil, maar dit, dit horen ze dan nog net even. Ja, morgen als ze wakker worden. Het valt allemaal. Oh nee, dan zakken ze <laughs> ja. langzaam weg. Ze slapen zakken rustig ze even. langzaam weg. Nog even over Biden. Nog even, we moeten daar wel een disclaimer plaatsen, want we zitten nog heel vroeg hè, voor die verkiezingen. Oh man, man daar kan nog van alles ja. gebeuren. Hij kan doodvallen. Kan, alles is mogelijk. Trump kan doodvallen. Het is, uh, nee... Het is dus, ja, politiek gesproken is dit. Maar ja, dat komt natuurlijk een beetje omdat die Amerikaanse presidentsverkiezingen ook entertainment zijn van, van een zo complexe en ook vaak fascinerende aard. Dat eigenlijk de, de, de er is nog niet een nieuwe gekozen of ze beginnen al te lullen over, over de vier jaar later. Ja. En ze hadden Biden eerder al gevraagd van wanneer ga je het nou bekendmaken. En dan zei hij bij kerst, zei hij van nou ik ga het er eens goed met de familie over hebben. En dan kom ik daarna wel met een mededeling. Toen kwam er niets. Met Pasen zei hij hetzelfde. En nu is hij dan uiteindelijk toch. Hey, ik, was ervan dat al, ik was er al heel lang van overtuigd dat hij het zou doen. Ja, hij wel vroeg aangekondigd. Ja, nou goed, dat is misschien ook om, om aan, aan eventuele concurrenten in de democratische kring duidelijk te maken. Beginnen maar niet aan. Het is voor ons zo nuttig uh, dat, dat ik het doe. En, en dat ik een redelijk. Hij heeft mijn inziens gesteld dat hij niet in elkaar stort enzovoort. En heeft hij een hele redelijke kans om te winnen. Ja. Dan ligt het... Ondanks die schijnbaar negatieve cijfers. Oké. Okay. Vond je deze podcast interessant en uh, wil je niks missen? Volg de podcast dan. Abonneer je op ons kanaal en dan krijg je nieuwe afleveringen van Zelf in Je Fiets. Ja, dat is een radicaal. Hij, 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 hij zit eruit, uit is een Bolshevik. Heb je de live-podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arent Jan wel heel vreemd. Aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live-podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen. Niet waarschidigend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt en ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets Studium niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Tune daar nu in op Sea Level met Wouter Kolk, de baas van Delhaize. Dat is het bedrijf achter albertheinenbol.com. Hij vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. De link naar de aflevering staat in de show notes bij deze podcast.